Oom Paul was niet een gewone president nie. Met slechts 3 maande se school achter zijn naam, het hij een van die belangrijkste karakters in ons geschiedenis geword. Hij is op 10 oktober 1825 geboren en het als een jong kind deelgeneem aan die groot trek, waarna sy familie homself in die Oud-Transvaal gevestig het. Daar het Oom Paul vir homself een naam gemaakt als een kranige soldaat en leier. Sy slim manier van onderhandel was ongeëvenaard. Met die begin van die Anglo-Boereoorlog in 1899 kon Oom Paul echter niet tot een verstandhouding met die Britten komen. Hij het geweet hy en sy mense sou moes veg. Onder sy leiding in die boere dapper en hard beklei teen die oorweldigende Britse mag. Sy sterk leierskap het van hom 'n teken vir die Britte gemaak en hy moes op die ou end land uitvlug. Alhoewel Oom Paul in Switserland oorlede is in 1904, sal hy vir ewig onthou word as 'n rots in ons verlede. Iemand wat tot die bitter einde toe geveg het vir sy mense.